is een soort tekenboek waar je van allerlei soorten tekeningen in kunt maken voor allerlei leeftijden. Ja, je moest een meisje en een jongen aankleden op je eigen manier. Wat vond je de leukste opdracht? De supersonische step. Dan moest je een stripverhaal tekenen over een supersonische step. Dat vond ik wel grappig. En zat er ook iets bij wat je stom vond, waar je geen zin in had toen je het zag? De taxi. En waarom niet? Omdat het iets meer voor jongens was. Je moest een taxi, ik heb gewoon een auto gedaan, maar je moest een taxi maken. En van een auto, die was gewoon, deze lijnen waren er alleen zo. En dan moest je gewoon een beetje een taxi verzinnen. Ja, aan het begin dacht ik van, voor kinderen van 7 jaar, dat zal wel niet zoveel leuk zijn. Maar toen ik opendeed, vond ik het wel leuk. Nou, het is wel leuk, omdat je kunt toch zelf kiezen wat je kunt tekenen. Maar je hebt toch een opdracht. En wat vond jij de leukste opdracht? Zo'n jongen en meisje aankleden. Ja, waarom vond je dat zo leuk? Omdat je dan ook vanzelf mag verzinnen wat je daar tekent.